Hey, welkom in deze nieuwe video waarin ik boodschap ga doorgeven van mannelijke en vrouwelijke energieën, maar specifiek voor tweelingvlammen die gescheiden zijn, dus die niet fysiek samen zijn, maar waar dat er totaal geen communicatie is. Dus we gaan eerst deze kaart voor elk één, dus één voor de mannelijke, één voor de vrouwelijke. Zodanig dat we weten wat dat het thema is waar ze nu voornamelijk mee bezig zijn. Dit is voor de mannelijke. Oh, het zijn er twee in dit geval. Oké. Ik ga die eventjes hier leggen. En dan voor de vrouwelijke. Hopla. Oh! En dat is ook weer mooi om te zien. Want als je de andere video bekijkt van tweelingvlammen en scheiding met communicatie, heeft de vrouwelijke energie exact dezelfde kaart. Dit is een andere. Dus waar is de mannelijke energie mee bezig? Hij is bezig met het zoeken naar wie dat hij eigenlijk is. Wat betekent het om gewoon zichzelf te zijn? En familie en hoe dat hij zichzelf projecteert, hoor ik. Ten aanzien van familiesystemen, zijn eigen familie, maar ook groter, de maatschappij en dergelijke, is eigenlijk nu echt een vraagstuk aan het worden. Ik zie ook dat 18 voor sommigen een belangrijk getal is. Misschien een verjaardag of zoiets. En bij anderen gaat 977 een belangrijk getal zijn. Plus, je ziet ook diversiteit en blending. Dus het samenkomen. Waarin dat hij dus zijn plekje vindt vanuit zijn nieuwe geheelde versie in de maatschappij. In zijn familiesysteem. In het systeem van de vrouwelijke energie. Want dat is hetgeen die op dit moment de grootste reden is, omdat er geen communicatie is tussen de vrouwelijke en de mannelijke energie. Omdat de mannelijke energie nog een aantal zaken heeft uit te klaren. Maar je ziet de 7. De 7 heeft, is eigenlijk ook een meestergetal en heeft te maken met manifestatie. Dus hij is het werk aan het doen. Waarom? Omdat de empress, dus de vrouwelijke energie, is de empress geworden. Of is een empress aan het ontgroeien, aan het zelf, zichzelf aan het ontwikkelen. En net zoals ook bij de vorige, bezig met haar eigen stabiliteit, dus haar eigen kleine kasteel, koninkrijk, eigenlijk te gaan manifesteren. En dus zij is daarop aan het focussen. En dan gaan we zien wat dat de boodschappen zijn van de mannelijke energie. In deze groep, ik ging zeggen in dit dek, maar het is geen dek, het is een groep. Dus boodschap van de mannelijke energie, of zijn hogere zelf, aan de vrouwelijke energie. Boodschap van de mannelijke energie aan de vrouwelijke energie. Oeh. Ik voel deze. These feelings overwhelm me and I become afraid. Sometimes I even run away from you because of it. Ja, dat is hetgeen dat we daarnet ook gezien hebben. Deze mannelijke energie is iets minder ver dan de mannelijke energie van de andere groep, waar dat er wel al communicatie is, omwille van dit stuk. En dat is ook heel normaal. Zolang dat de mannelijke energie niet in staat is om met zijn eigen gevoelens een stuk overweg te kunnen, dan gaat het ook moeilijker zijn om dus met zijn eigen vrouwelijke energie te gaan communiceren of mee te verbinden. Gaat het ook moeilijker zijn om met zijn externe vrouwelijke energie, dus de tweelingvlam, te gaan verbinden. Sometimes I feel like you are speaking to me in my head. At times it triggers me because I wonder how much you can see into me. En dat gaat over de telepathische communicatie. Dus ja, vrouwelijke energie, het is correct dat je mannelijke energie met jou telepathisch communiceert. En weet ook dat hij dit iets heel speciaal en apart vindt, want hij kan het niet manifesteren of realiseren met anderen. Hij heeft dat al geprobeerd. Maar er is iets die anders is. En dat maakt dan natuurlijk ook weer dat hij zich getriggerd voelt, waardoor dat hij weer naar binnen gaat, waardoor dat hij weer in die overweldigende emoties gaat. En dat is eigenlijk een stukje een cirkel waar dat hij nu in zit. Hè. Maar geen probleem. Hoe meer dat jij als vrouwelijke energie leert met je eigen vrouwelijke energie en je emoties omgaan, hoe meer dat hij dat gaat spiegelen. Pardon. Wat hebben we hier? Mirrors. Ja, dat is geen dat gezegd inderdaad. Jullie zijn spiegels van elkaar. Our inner guidance is clear, but our ego is resisting it. Draw another card to clarify what you both may be resisting. Oké, dat gaan we doen. Wat is dat de mannelijke energie? Ah nee, vrouwelijk hoor ik.
Nee, manneke, ja. De mannelijke energie is aan het wezen. Dus de weerstand dat de mannelijke energie voelt. En wel voelt dat hij moet doen, is die stappen vooruit zetten. Maar waarom doet hij het niet? Omdat hij eigenlijk traag vooruit moet gaan hiermee. Hij gaat vooruit, maar het gaat ook weer een stuk over vertrouwen. Dus het is eigenlijk, dat is, in de tarot is dat de Knight of Pentacles, de King of Pentacles. Die gaat traag, maar je bent ook zeker dat die vooruit gaat en dat die uiteindelijk ook over die eindstreep zal gaan. En dan ga ik voor de vrouwelijke energie. Oei, hebben we er een paar. Oké, ik ga eerst die met de mirrors pakken, wat ook hetzelfde is. I've watched you change and grow so much. I'm trying to release my attachment to identity so I can change too. I wish you could see that we are mirroring each other right now. Again, eh? Hetzelfde. En dan natuurlijk de vrouwelijke die zegt dat tegen de mannelijke die van ik wou dat je kon zien naar elkaar spiegelen. Maar omdat er geen communicatie is, is dat eigenlijk natuurlijk niet zo gemakkelijk in het fysieke. Maar weten dat het eigenlijk ook wel gespiegeld wordt. Ook al zijn jullie niet in communicatie of is er geen fysiek bewijs ervan. En belangrijk voor de vrouwelijke energie, luister niet naar andere personen, maar vertrouw jezelf om de waarheid te weten. En dat is hetgeen wat er daarnet ook weer over gaat. Over nog dieper in die emoties gaan. Dus waar houdt de mannelijke energie zich tegen? En het feit dat hij voelt dat hij vooruit moet gaan, maar dat hij eigenlijk liever wat traag gaat om toch geen stappen of geen dingen verkeerd te doen. En dat is oké. Want dat geeft ook de vrouwelijke energie de kans om echt verder te gaan en haar eigen groei te beseffen dat wat zij ook doet van groei, en ze zien niet het bewijs dat, het toch, dat er toch sprake is van een groei, en dat ze alle afhankelijkheden die er nog zijn naar wie dat precies die tweelingvlam zou zijn of hoe dat alles zou zijn, dat zij eigenlijk ook die kan loslaten. En geloof mij, dat gaat altijd verder op een dieper en dieper niveau. Totdat het uiteindelijk niet meer uitmaakt wie dat is, omdat je eigenlijk een eenheid geworden bent. En dus eigenlijk altijd de persoon samen is. Maar ik snap het, het is niet leuk. Het is leuk als je samen bent of als er communicatie is. Dat je elkaar knuffel kan geven en dergelijke. Laatste boodschap voor de mannelijke energie naar de vrouwelijke. Karmic ties. Past lives are influencing our connection. I've lost you in other lifetimes and that makes me afraid. I need to heal the grief to allow the love to bloom. Ja, dat is iets die bij de meeste tweelingvlammen voorkomen. Dus in vorige levens zijn we samen geweest. Maar konden we niet samen blijven? Of werden we uit elkaar getrokken? Of stierf de een of de andere? Waardoor dat we eigenlijk de diepe connectie dan voelden en de liefde dat we voelden op dat moment nooit meer hebben kunnen evenaren. En dus daar, zolang dat je die angst niet geheeld hebt, en dus de angst om nooit geen dergelijke liefde meer te ervaren, zolang dat je die niet heelt, en dus begrijpt dat die liefde er altijd is voor jou, via die telepathische communicaties, via de energetische verbinding, ga je altijd nog met dat stuk blijven zitten. Dus dat is sowieso voor elke tweelingvlam een hele belangrijke. Dan de boodschappen voor de vrouwelijke energie naar de mannelijke energie. Want dit ging natuurlijk over de weerstand bij de vrouwelijke energie. Want er zijn al onmiddellijk twee. I'm praying you will come back after everything that's happened between us. I worry that you won't forgive me and allow me another chance. Ik voel ook dat dat niet zozeer is omdat er heftige dingen gebeurd zijn. Dat kan natuurlijk. Maar vooral ook het feit dat, dat er scheiding is en geen communicatie is. En waardoor dat je als vrouwelijke energie bezorgd bent dat er geen kans meer is. Of dat er geen opening meer zal komen om weer in communicatie te komen en het contact te herstellen. Maar, wat zegt de mannenvrouwelijke energie ook? Our destiny is calling. Preparations are underway to take the next step. Dus verwacht communicatie, verwacht veranderingen. Want de volgende stap is eigenlijk er al in energie. Het moet zich gewoon enkel nog gaan realiseren. Dat zegt de vrouwelijke energie ook aan de mannelijke energie. I long for your kisses and your touch. Dat is hetgeen wat ik daarnet ook gezegd heb van die knuffel. En nog laatste. I watch you on social media and the internet. Oh my god. Dat is dezelfde als in de tweelingvlammen en scheiding met communicatie. Die boodschap had ook, kwam ook vanuit de vrouwelijke energie naar de mannelijke energie. En dat wat ik daar ook gezegd, dat is ook belangrijk. Omdat, zolang hij dat doet vanuit een soort van controle en willen in verbinding blijven met de anderen om te weten te komen, zeker als er geen communicatie is,
dan doe je dat eigenlijk altijd nog een soort vanuit een stuk van afhankelijkheid. En dat is net een van de dingen dat je te healen hebt. Dus laat het los, verwijder het contact desnoods, zodanig dat je zelf niet kan, kan gaan kijken, kan gaan spieken in het leven van. Geloof mij, als je dat doet, het zal je veel meer rust geven. En het is vaak beter om niet te weten wat er daar allemaal gaande is, want dat is het proces van je mannelijke energie, niet van jou. Dus hoe minder je ervan weet, hoe beter en hoe makkelijker dat het eigenlijk een stuk is, omdat je je volledige energie dan op je eigen proces kan gaan focussen. En ik zeg dat ik hier nog moet kijken. Oké. The universe brought us together for a reason. I'm discovering what these reasons are. En dat is ook heel mooi om hiermee te eindigen. Het universum heeft jullie al één keer samengebracht, hoogstwaarschijnlijk op een heel bijzondere manier. Zoals ze zeggen, een manier voor in de boeken. Maar er is een reden voor. En die reden ga je, naarmate dat je verder op het pad loopt, meer en meer gaan ontdekken. Juli 7 komt hier opnieuw weer terug. Dus juli is ook een hele belangrijke maand voor deze connecties.